Mark Stubbe, Chief Commercial Officer van Sanoma. Je had net een lezing tijdens het MediaFX Uitgeverscongres. Wat je daar onder andere zei over de Salesforce die jullie inzetten, hè, weg uit het midden. Wat bedoel je daar precies mee, weg uit het midden? Nou, weg uit het midden betekent dat je specialiseert en verder investeert in je Salesforce om meer analyse te kijken naar de businessmodellen van adverteerders. Hè, van hoe kan je ze nou van dienst zijn? En dan moet je begrijpen wat is nou bij hen een salesdoelstelling, een communicatiedoelstelling en een marketingdoelstelling. Dat zijn drie verschillende doelstellingen. Maar zit steeds dichter ook bij waar ze zelf willen zitten. Waar investeren we in en wat krijgen we eruit? Nou, om dat te willen begrijpen, dan moet je meer begrijpen voordat je begrepen wil worden. Meer luisteren, minder zenden. Van wat hebben wij, maar wat kunnen wij voor jullie doen? Vertaalslagen maken. Aan de andere kant, als er gewoon generiek bereik gekocht wordt en je wil vraag en aanbod bij elkaar brengen, kan dat op een hele efficiënte manier door de nieuwe technologie. Dus daar ga je mensen weghalen? Daar worden zaken geautomatiseerd? Ja, wat geautomatiseerd kan worden, daar ga je geen mensen meer voor inzetten. Ja. En de techniek en de algoritmes die zijn vaak veel beter in staat om vraag en aanbod op een relevante manier aan elkaar te binden, mits je geen creativiteit nodig hebt en begrip. Ja, nu had je het even over real-time bidding. Voor die mensen in de uitgiftsector die niet zo goed begrijpen wat dat inhoudt, automated trading en daarbinnen weer real-time bidding, kun je toch nog even uitleggen wat je daarmee bedoelt als het gaat om het verkopen van banners en zo via een netwerk van sites? Ja, je verkoopt geen banners, je verkoopt CPM's of kliks. En dan weten afzitter vaak hoeveel, want die heeft allerlei conversiemodellen, die weten hoeveel waard een klik is of hoeveel waard een CPM is. Ja. Nou, op basis daarvan zeggen, nou, dat willen we er dan voor betalen. En dat is dan ook weer te definiëren in soort doelgroepen. En op basis daarvan zeggen we, nou, dat leggen we zo in de markt. En als er een partij bereid is om dat te verkopen, zoals Sanoma, dan willen we dan kopen. En dat gaat redelijk generiek, want je kan niet helemaal tailor-made alles inrichten. Dus met grotere doelgroepen worden op die manier ingekocht. Ja. We hebben met ons systeem Adept hebben we nog iets anders, is dat we ook in staat zijn om veel meer dynamisch en beter getarget uit te leveren. Dus dat je je impressies die je dus hebt ingekocht beter kan inzetten dan je daarvoor kon. Omdat je dan direct laat zien aan mensen die op basis van hun profiel ook daadwerkelijk interessant voor jou zijn. Ja. Ik denk ook wel eens dat je soms naar een buitenlandse site gaat en opeens zie je een Nederlandse advertentie. Ja, dat is dan gekoppeld aan je IP-adres. En die weten dat is dan bekend en op die manier wordt het beter uitgeserveerd. Ja, helder. En je mensen zet je dus meer in op die hoogwaardigere vormen van dienstverlening, waarbij je echt moet nadenken vanuit de communicatiedoelstelling van adverteerders. Hoe kunnen wij die doelstelling invullen met onze media? En daar zet je meer salesmensen op in dan relatief. Ja, het zijn marketing, communicatie, salesdoelstellingen. Soms zelfs businessdoelstellingen. Het kan zo zijn dat een partij tegen ons zegt, nou, we zouden het gewoon in feite worden van een, of het willen zijn van een donor, willen wij meer beleving bijbrengen. Nou, dat kan een communicatiedoelstelling zijn. Maar het kan ook zijn van, we zouden de consument meer bewust laten zijn van de gezondheidszorgkosten. En willen graag daar besparingen zien. Dan zit het niet zozeer voor ons, zit het verdienmodel misschien in de besparing. Of in de marketing gelden. Maar veel meer van, nou, hoe zouden wij samen dat nou kunnen bewerkstelligen? En in hoeverre zouden wij een businessmodel samen kunnen definiëren ook om dat te delen? Ja, dus dat gaat heel ver. En dan is het per keer dat je met zo'n adverteerder aan tafel zit, dat je dan bekijkt, welke mensen uit mijn salesorganisatie moeten gegeven, wat men precies wil, ik dan bij elkaar halen om dan helemaal... Nou, van oudsher was het zo, de uitgever die creëerde bereik. Ja. En die zei, nou, we doen niet heel succesvol. En dat bereik werd vrouwen, mannen, met kinderen, zonder kinderen, werd redelijk generiek neergezet. Nou, dan werd dat verkocht aan adverteerders. En die wisten dat bereik op een gegeven moment iets opleverde. En dat is eigenlijk vanuit de klassieke marketinggedachte. Nou, de uitgever is toch bezig om zoveel mogelijk zijn blad te verkopen. En dat werd eigenlijk een slag om op de taart, werden dan de advertentieomzetten binnengehaald. Nou, ik noem het klassiek marketing, omdat uiteindelijk het bereik ontstond uit een ander kunstje wat je al deed, namelijk uitgeven. Ja. En nu gaan we veel meer naar de adverteerder toe. Waar heb jij behoefte aan? Ja. En die vraag alleen al stellen is een totaal ander oogpunt dan dat je bij wijze van spreken met je tas vol met ruimteposities naar de adverteerder gaat. Wilt u nog een achterkant van de Beaumonde? Ja. En nu zitten we vaker bij de adverteerder. Nou, laten we met een brainstorm starten. Wat zijn jullie marketing, communicatie en salesdoelstellingen voor dit jaar? En wat kunnen wij daarin betekenen?
Wie willen jullie bereiken? Op welke manier? Wat voor impact? Ja. En sales was eigenlijk nooit een gesprekspartner voor ons bij adverteerders. En dat is inmiddels wel. Ja. Omdat we gewoon nadrukkelijk ook het aantal verkopen bij de klant kunnen beïnvloeden. Ja, ja. En vervolgens ga je daadwerkelijk dan daarna kijken, als dat al eenmaal boven tafel is gekomen, ga je intern bij elkaar zitten. Oké, en wie hebben we nou vervolgens nodig vanuit misschien verschillende plekken in de salesorganisatie om die doelstelling te verwezenlijken? Nou, we hebben in de salesorganisatie twee pijlers eigenlijk, zoals we verdeeld zijn. Eén zijn we verdeeld in klantdomeinen of klantenbranches, zoals fashion, beauty en autobranche. Je hebt ook food en energie. En die groepen bepalen dan van wat voor een soorten producten je zou kunnen maken, productmarktcombinaties, en vertalen ook van wat speelt er in die branche, wat zouden we daarvoor kunnen betekenen. Dat past soms één op één op groep titels. Bijvoorbeeld in de home deco segment is dat vrij goed te organiseren ook qua adverteerdersbranche. En twee hebben de productpijler, waar we de expertise van het soort verkopen dusdanig is dat we hebben gezegd dat moeten we op een aparte manier ontwikkelen. En daar zit de marketing partnership en performance partnership zitten daar ook bij. Omdat de wijze van verkopen is niet generiek. Daar moet je echt heel veel van weten, wil je dat kunnen doen. En dat wil je natuurlijk aan alle adverteerders aanbieden. Daarbij geldt bijvoorbeeld in real-time bidding, weten we soms zelfs niet wie er bij ons op dat platform als kopers aanwezig zijn. Ja, ja. Oké, okay, heel interessant hoe dat allemaal verschuift. Ja, dankjewel voor deze nadere toelichting op een deel van je lezing net. En dankjewel Mark. Heel goed. Hoi.